Overzicht en inzicht creëren om zo efficiëntie en controle mogelijk te maken kan op verschillende manieren. BP Fleet Expert doen dit voor verschillende bedrijven met wagenparken. Zo ook voor Jongeneel Transport. Hierbij wordt door middel van een gepersonaliseerd dashboard data van een wagenpark omgezet in heldere managementinformatie. Wij gaan langs om hier meer over te leren. Digitalisering zorgt voor een verbeterde efficiëntie doordat wij heel veel data gebruiken en ontvangen. Het denken valt aan de data van het tanken, de tolkosten, digitale data die we binnenkrijgen uit boordcomputers van vrachtauto's. Al deze data wordt bij ons gebundeld in een data warehouse. Dat verwerken we tot hapklare brokken die de planners gebruiken om ritten verder te optimaliseren en chauffeurs op de rijgedrag te corrigeren. Data welke belangrijk zijn voor een transportbedrijf zijn rij- en rusttijden van de chauffeurs, brandstofverbruik, ritdata, hè, hoe lang duurt een rit, laden, lossen, de tolkosten en daarnaast ook brandstofkosten zijn erg belangrijk. En je kijkt naar je totale voertuigkosten, dan is zo'n beetje een kwart van die kosten is brandstofkosten. En dat is voor ons erg belangrijk om dat er goed op te kunnen sturen. Management van informatie zorgt voor efficiëntie en controle op een aantal vlakken. Ten eerste is dat de chauffeur de juiste informatie krijgt waar hij moet laden en lossen en kan tanken. Daarnaast gaat de informatie terug naar de fleetmanager die dat gebruikt voor analyses. En ook vervolgens door naar de administratie en naar het management die daar vervolgens hun kostenberekening mee kunnen doen. En ook conclusies kunnen trekken. En als laatste stap vaak wordt informatie gebruikt richting de klanten. Om snel digitaal oplossingen voor informatie aan te leveren aan de klant. Een mobiliteitspartner is voor ons heel erg belangrijk. Denk erbij aan een goed Europees netwerk waar je je brandstoffen kan tanken. Denk eraan bij LNG, diesel, verwerking van je tolkosten. Daarnaast is ook steeds belangrijker je CO2-uitstoot, je carbon footprint. Dit levert een heleboel data op. En onze mobiliteitspartner verwachten wij van dat hij dat in een hapklare brok aan ons kan presenteren. Zodat wij dat kunnen gebruiken naar klanten toe en ook om onze mensen mee aan te kunnen sturen. Voorbeelden van duurzaam ondernemen uit data zijn onder andere het meten en het volgen van koelmotoren. Waarbij men kan zien of de dingen veel verbruiken of dat men een storing heeft waar men tijdig in kan grijpen. Dus niet wachten tot men stuk is, maar voortijdig al iets doet. Het andere voorbeeld wat ik kan noemen is dat informatie wordt gebruikt om de chauffeurs aan te sturen, om ze daarmee te coachen. Mochten ze hard optrekken, hard remmen, om te zorgen dat het verbruik omlaag gaat. Logische vervolgstappen voor ons met de samenwerking met onze mobiliteitspartner. De belangrijkste is het terugbrengen van CO2-uitstoot. Dit kunnen we onder andere doen door nadenken over andere brandstoffen. Waterstof, LNG, HVO, andere soorten brandstof waar we mee we de carbon footprint, de CO2-uitstoot, verder terug kunnen dringen. Nou, vandaag de dag gebruiken we al veel waterstof in raffinaderijen zoals hier in Rotterdam. Daarbij zorgt waterstof ervoor dat brandstoffen voldoen aan de kwaliteits- en de milieueisen van de brandstoffen die we op de markt brengen. We verwachten in de toekomst dat waterstof vooral een rol zal spelen in vrachtvervoer over weg en transport. En daarbij zorgt dan waterstof via een brandstofcel voor de energie in een elektromotor. Via die elektromotor is dan emissievrij transport mogelijk. Eigenlijk is het daarmee dus goed vergelijkbaar met een batterij-elektrisch voertuig. Met dat verschil dat je minder batterijgewicht nodig hebt, een grotere actieradius kan bereiken en snellere laadtijden hebt. Nou, rijden op waterstof is al realiteit in Nederland. Je kan op een aantal plekken al waterstof vullen, vandaag de dag. Wanneer dan de echte opschaling komt, dat hangt met name af van de ontwikkeling bij voertuigfabrikanten.